Ja, hier vind maar zo positivo. Ja. Het regent allerlei berichten over Patrice Pai, over de sekstapes, de seksfoto's en alles wat gepubliceerd is op internet. Maar we zijn bijna vergeten wie Patrice Pai nu, ja, wie eigenlijk is. Deze diva op leeftijd, die meerdere keren getrouwd is geweest en die ook die sinds enige tijd weer een nieuwe liefde heeft gevonden. Alleen maar positief natuurlijk. En de Nederlandse zanger die in 1949 is geboren. En toch al, we zijn hem misschien al bijna vergeten, ruim 30 jaar lang liedjes zong. Maar in verschillende hoedanigheden en met soms flinke tussenposes. Van je bent niet hip, wie kent het? Je bent niet hip, je bent niet knap. Tot Stars on 45, La Pai heeft niet voor niets de jurypositie bij Popstars gekregen. Nou, een pluim voor Patrice Pai. Ik ben het niet altijd met haar eens en ik heb er ook niet altijd kracht voor, maar ik wil haar nu eventjes symbolisch een bos bloemen geven, een bos rozen geven, een hart onder de riemen steken met in deze barre tijd. Hè. En hopelijk komt ze er weer bovenop. Ze zit er even doorheen, door alles wat er op dit moment gebeurt. En diegene die dat gedaan heeft met die sekstapes, daar walg ik van, daar kots ik van. En die moet ook natuurlijk uiteraard gestraft worden. Ja, het debuut van haar in de spotlights was in 1965, wat we staan als nachtclubzangeres. Ja, het balletje ging op een gegeven moment snel rollen in de singles Je bent niet hip en Jij, waarmee ze aan het Nationaal Songfestival onder andere meedeed, zijn toch nog steeds populair. Na een korte periode in groepen in Heart, Himalaya, breekt Patrice Pai, de diva, pas echt door in 1974 met disco-hits zoals Who That's Lady With My Man. In 1983, alweer, de tijd gaat snel, stapt ze met zus Yvonne Keeley in de Star Sisters. Nou, ik heb er ooit Star Sisters jaren 80 keren optreden gezien. Dat was, was gewoon geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Dus ik heb haar met de Star Sisters, met de zus, daadwerkelijk gezien live. Nou, dat was niet verkeerd. Ja, dus de Stars on 45 was een coverband, een covergroep. Met, van de Andrew Sisters. De Andrew Sisters is natuurlijk de liedjes van vroeger rond de oorlog, Tweede Wereldoorlog, bevrijding. De Andrew Sisters, nou, is natuurlijk hartstikke leuk dat zij dat toen vertolkte. En de muziek hebben ze een aantal hits mee gehad, de Stars of 45. Ja, aan het eind van de jaren 80 werd het een beetje stil rond de Star Sisters. Patrice Pai ontmoette Adam Curry, die kent hem niet, met die helikopter. En ze gingen in Amerika wonen. En in 1992 neemt ze met Rob de Nijs het nummer De Wereld op. En in 2003 belandt Patricia Pai, de diva, weer in volle aandacht. Wanneer ze inmiddels terug in Nederland met haar echtgenoot de reality soap Adam's Family opneemt. Wie kent het niet? Ik heb dat in die tijd ook regelmatig gezien. De Adams Family. Een jaar later vertrekt ze met haar gezin naar Londen. De laatste jaren is Patrice Pai te zien als jurylid voor het programma Hans Got Talent en Popstars in 2009. Vrij recent kwam er een nieuwe versie van Who's That Lady With My Man in relatie te brengen met haar scheiding van Adam Curry naar een huwelijk van circa 20 jaar. Ook konden ze aan voor de tweede keer, 1984, in de Playboy te zullen poseren. Nou, poseren, dat is helemaal super. Dus ik wil daar toch even een hart onder riem steken en een positief bericht brengen dat Patrice Pai, wie kent haar niet, toch in de jaren heen toch wel heeft veel bereikt, veel hits heeft gescoord en ook goede dingen heeft gedaan. En daar mag ze trots op zijn. Dus alle shit op dit moment rond Patrice Pai, dat heeft ze niet verdiend.
En nu denk ik, laat ik haar eens even in de spotlight zetten. Want dat gun ik haar gewoon. En ik niet alleen. Daar ben ik niet uniek in. Heel Nederland steunt Patricia Pai. Chapeau, Patricia. En je komt er echt bovenop. En pak diegene aan dat hij jou geflikt heeft. Ik heb er geen woorden voor. Maar zo positief al. Het laatste woord, de nadruk op jou. Positief al. Pluk de dag, iedere dag. En laat het deze shit heel snel vergeten. En nogmaals, een dikke pluim van mijn kant richting jou. En heel Nederland, denk ik.